Als de school hier doet, dat is prachtig. Die had een peersmakerregel in het kader van Wardchild. Het is eigenlijk maar ik mag zeggen, Ward Children for Wardchild. Hier op deze school zitten ongeveer zo'n 100 bijen uit 40 verschillende landen. We hebben een soort bijen verbinden met mijn oorlogstrauma. Dus die komen zelfs uit het oorlogsgebied. En die zitten hier om Nederlands te leren, zo gauw mogelijk. Maar ze vinden gewoon dat er iets gebeurt met. En dus is Wardchild gekozen in gewerking met de omroep om daar wat van te doen. Dus ik ben al wekenlang dwanden wat te maaien en flyers te maaien, dingen te maaien om geld in te samelen voor de workshop. Er is hier een actie voor Wardchild. En dat is natuurlijk voor kinderen die juist vanuit een oorlogssituatie ellende hebben meegemaakt en hulp verdienen. Maar jullie hebben zelf natuurlijk ook heel veel meegemaakt. Dus ik snap heel goed dat het jullie ook uit jullie zelf komt om hier aan mee te doen. En ook dat vind ik een heel bijzondere reden dat ik heel graag hier ben om de Paasmarkt officieel te openen. Jongens, voor vrede en veiligheid. En dan tellen we van 5 naar 0, hè? 5, 4, 3, 2, 1. Ik vind het echt hartstikke cool dat kinderen die het zelf zo moeilijk hebben, die zichzelf hier moeten aanpassen, dat die ook nog weer voor kinderen zich inzetten die het nog moeilijker hebben. Dat is een voorbeeld voor alle Friezen, voor alle Nederlanders.